We hebben zojuist de persconferentie van Electronic Arts meegemaakt. En Marcel, dit was eigenlijk jouw eerste echte EI-persconferentie. Ja, klopt. Hoe voelt dat? Nou, echt kicken. Het is echt kicken. Duidelijk het paradepaardje hier op de EA-persconferentie Battlefield 3. Ik moet zeggen, ik heb de game al een paar keer op andere tijdstippen mogen zien. Ik vond deze presentatie een beetje slordig. Maar even afgezien van mijn idee, het was voor jou de eerste keer dat je de game zag. Hij ziet er wel waanzinnig goed uit, toch? Hij ziet er waanzinnig goed uit. Ze hebben een nieuwe engine speciaal voor deze versie gemaakt. En dat zorgt ervoor dat je toch net wat meer diepte zie je in de game terwijl je aan het spelen bent. Wat vond je van de actie? Ik bedoel, ja, het is snel. Het is ook afwisselend. We hebben net een level gespeeld dat zich afspeelde in de desert. Je begint in een tank. Vervolgens ga je de lucht in een vliegtuig. Moet je daar weer vanuit via infrarood weer een missie uitvoeren. Vervolgens ben je weer op de grond. Het is klik, klak. Je duikt van het ene avontuur in het andere avontuur. We kennen natuurlijk de autolog-functie uit Need for Speed en Shift, maar nu hebben we ook de Battlelog in Battlefield. Wat betekent dat? Battlelog is in feite, je kan gewoon waar je ook bent, op je mobieltje, via de website, kan jij je classes aanpassen. Je kan afspraken maken om tegen andere mensen te gaan spelen. Je kan je rankingen terughalen. In feite, je kan gewoon jezelf compleet volgen waar je ook maar bent. Beetje Call of Duty Elite bijna. Ja, daar sta ik zo ook de oog mee uit, want bij Battlefield wordt het gratis. Ja, nou wordt Call of Duty Elite natuurlijk wel wat uitgebreider en de battle tussen Call of Duty en Battlefield 3 is natuurlijk sowieso on. De game komt ook 2 weken eerder uit, hè, dan Call of Duty Elite, of Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, klopt. Call of Duty Modern Warfare 3 komt 8 november, Battlefield 3 komt 27 oktober. Je zou zeggen, ze zijn toch, ja, ze hebben dat strategisch gekozen. 2 weken voor de nieuwe Call of Duty. Ja, klopt. De battle wordt nu echt heftiger dan ooit. Sinds de laatste keer met Black Ops zijn ze toch een beetje op hun mouw gevallen qua multiplayer. Ja, dat denk ik ook, absoluut. Nou, volgende game die hier voor het eerst groot gedemonstreerd werd was Need for Speed The Run. Ja. Ja, een beetje verhalende race game. Je komt ook af en toe uit je auto's en dan krijg je een soort quick time events. Ik zag wat mensen op Twitter die je kan met mensen dan praten en moet je mensen in elkaar slaan of zo. Ja. De mensen reageerden daar toch wat gemengd op, moet ik zeggen. Niet iedereen vond het helemaal tof. Nee. Jij vond het wel leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Kijk, een standaard Need for Speed was toch wel, je stapt in je auto, je gaat racen, je komt er voor de rest niks uit. En er was geen verhaal. Ja, er waren gewoon diverse missies die je kon spelen. En dit is voor het eerst dat er toch een soort van verhalende element zit in de game. Op een gegeven moment krijgt de hoofdrolspeler een ongeluk. Er wordt op zijn gezicht ingezoomd. En het geeft dus net dat extra diepgang. Wat meer film, ja, het is gewoon wat filmischer. En je gaat er toch iets meer in mee. Ja, het klopt wel, want ja, Need for Speed was gewoon altijd lekker rach. Ik vind het ook wel een leuke nieuwe take. Sowieso, weet je, toch, ze proberen toch altijd wat nieuws. Natuurlijk heb je weer de usual suspects op zo'n persconferentie als deze. FIFA 12 natuurlijk, de grote nieuwe voetbalgame. Die in principe hetzelfde oog, maar een hele nieuwe engine kent. Hè? Ja. Ik bedoel, ze hebben het hele fysiek aangepast. Als je nu flinke schouderduw loopt te maken, raak je echt geblesseerd. Je hebt nu ook een soort social functie, ook een beetje à la Battlelog, waarin je al je FIFA games samenkoopt en je ook je statistiek kunt checken. Ja, en je kan ook met je vrienden weer gaan spelen en dat wordt ook gekoppeld met de matchen die je meest op elkaar lijken. Ja, nou, dat is echt heel vet. Dat is een hele toffe feature. FIFA 12 wordt gewoon echt wederom een hele, hele goede game. Andere bekende zijn natuurlijk sowieso altijd de EA Sports games. Ik moet alleen wel een beetje lachen dat of All People Little Wayne hier in Amerika, die irritante kleine rappertje, die als spokesperson hier in een soort filmpje, die heeft gewoon weer een zak geld gegeven. Nou ja, het zal wel werken, prima. Maar hij heeft toch ook altijd een verrassing. En dat was dit jaar de nieuwe game van Insomniac. En dat is wel saillant. Insomniac, jarenlang hofleverancier van Sony PlayStation. Altijd exclusieve games gemaakt voor Sony PlayStation. Resistance natuurlijk, maar ook Ratchet & Clank. En nu komen ze met een nieuwe 4-player co-op game voor zowel Xbox als PlayStation 3. Overstrike heet die. Wat vond je ervan? Ja, hij is massief. Het is gewoon groot. Het is bijna gewoon anime. Ik bedoel, alles is over de top in de shooter. De guns zijn groot. Het is zwaar. Maar toch wel een volwassen tintje. Het heeft een volwassen tintje. Had je niet zoiets van dat ze niet echt een keuze hebben durven maken? Ik bedoel, Ratchet & Clank is natuurlijk heel funny, heel cartoony. Resistance is heel serieus. En dit zit er een beetje tussenin. Het is heel kort door de bocht, maar het is wel cartoony, maar ook wel heel stereotyp. Van die het is heel stereotyp. Het is niet echt een origineel concept, maar het werkt gewoon wel. Lange tijd niks meer van gehoord, maar helemaal terug in het nieuws. SSX, Jan, vertel. Ja, SSX, eindelijk hebben we een beetje in-game beelden gezien. SSX is echt, ieder jaar vroeg gewoon gamers en journalisten aan, wanneer brengen jullie nou een nieuwe SSX uit? Nou, dat was nog een paar jaar geleden een
beetje vage Wii-game, deed het niet echt goed, maar nu is hij terug. Het bestaat eigenlijk drie pijlers. Race it, trick it en survive it. Nou, die eerste lijkt me duidelijk. Gewoon zo snel mogelijk die verschillende bergen af, die allemaal met echte satellieten zijn nagemaakt. Dat is ook tof voor DLC, want je kunt gewoon alle beroemde wintersportgebieden gewoon in die game krijgen. Trick it is weer die gekke stunts, halfpipes, scores maken tegen die bergen op. En survive it is echt een beetje de extreme nieuwe mode waar je onder barre weersomstandigheden uit de schaduw moet blijven. Dus de hele tijd de zon op moet zoeken, omdat je anders gewoon onder 40 graden onder nul komt en gewoon niet verder kan boarden. Of je moet half met helikopters verder komen, omdat je anders de petter pleurt tegen een gletsjer. Vrije rauwe versie. En ik denk vooral dat dat echt gaat echt die serie een nieuwe boost geven. En natuurlijk nogmaals het feit dat je gewoon in echte bestaande bergen nu skiet en boord. Maar dat was bij de vorige nooit zo. Er waren altijd een beetje fantasiegebieden. En nu, ja, je gaat gewoon naar, ik kan even niet zo snel iets noemen, de Matterhorn wil ik zeggen. Dat slaat ook helemaal nergens op. Maar er zijn gewoon bestaande bergen waar je gewoon nu af gaat skiën. Vooral als je gewoon een fanatieke boarder bent, wordt dat natuurlijk te gek. En multiplayer? Ja, is daar al wat over bekend? Nou ja, dat komt er natuurlijk in. Want je wil natuurlijk met je vrienden ook. Misschien komt er wel een soort SSX lock. Dat heet dan een snow lock, denk ik. Ja, dat denk ik. Heb ik nu, heb je die scoop even hier. Zo, hier, uit dit mouwtje dat zo hier. Raasbol.